De Surinaamse politiebond eist de terugdraaiing van de benoeming van Shivanand Ramlal als commissaris van politie. Dit besluit is gisteren genomen op een algemene ledenvergadering. Ramlal is op 30 augustus als directeur Nationale Veiligheid benoemd in de functie van commissaris. Volgens Revelino Eijk, secretaris van en woordvoerder van de politiebond, hebben de leden deze kwestie aangekaart bij de bond om aan te geven dat dit niet kan. De politiebond heeft op een persconferentie de samenleving op de hoogte gesteld van het besluit van de vergadering. Bondsvoorzitter Milando Atompay zegt dat de bond haar wil zal doordrukken als de regering bij haar standpunt blijft. Als je wetgevend verstand hebt, dan dat is meer dan duidelijk. En als hij vindt dat de president door moet drukken, laten ze het doordrukken. Nou. Dat wanneer straks de politiebond zijn wil gaat doordrukken, dan moet Ramlal en Gayadin gaan werken toch. Dan moeten zij in oktober jaren in gaan lopen toch. 25 november, dan moet Gayadin en Ramlal defilé lopen. Wanneer zij een politieke wil willen doordrukken, dan moeten zij straks op alle politiebureaus gaan zitten en werken. Dat is misschien makkelijk enkel. En als zij vinden dat zij hun politieke wil moeten doordrukken, dan gaan wij onze wil met verstand ook doordrukken. Eijk benadrukte dat het niet verstandig is om met mensen in discussie te gaan die onvoldoende bagage hebben voor wettelijkheden. Dan begreep u dat ze direct gaan kijken naar artikel 51 lid A. Kennelijk is dat daar ook gebeurd hoor. Mensen hebben misschien geadviseerd, ah kijk, het staat daar. We hebben ze net al gezegd, artikelen lees je in samenhang met andere artikelen of in samenhang met andere wetten. Ze staan nooit op zichzelf alleen. Zo werkt dat ding. Ja, het rechtssysteem van ons, waarvoor wij hebben gekozen, zo werkt dat. Ja? Wanneer jij op basis van een politieke wil die je hebt, een wet naar je hand wil zetten, dan ga je dit soort blunders maken, ja. En dan ga je moeten instaan voor de consequenties die daaruit voortvloeien. De Surinaamse politiebond is vanmorgen door waarnemend president Ronnie Brunswijk ontvangen. Brunswijk gaf te kennen niet op de hoogte te zijn van de benoeming van Ramlal. Hij beloofde dat deze kwestie besproken zal worden in de Raad van Ministers.